Dag, ik heb van de week heb ik een blog geschreven. Dat heette Maak geen vuist, Don't make a fist. Dat verwijst naar een lied van U2, waar ik mee eindigde. Maar het ging eigenlijk over samenzweringstheorie, een beeld waarin de overheid de vijand is. Nou, je ziet dat terugkomen bij de discussies over landbouw. En je ziet dat terugkomen bij de discussie over de corona-aanpak. Nou, op dat laatste wil ik even ingaan. Want ik heb dat blog heb ik geschreven en daar kwamen heel veel reacties. Bijna 1000 geloof ik, als ik het goed heb. Nou, op sommige heb ik kunnen reageren. Anderen zeiden, en waarom reageer je niet op mij? Dus ik probeer het nu zo te doen. Het is voor mij onmogelijk om op alle reacties in te gaan. Maar ik wil wel graag in gesprek blijven. Want wat gebeurde er nog meer? Ik had deze week, keek ik uit mijn raam, had ik het zicht op de demonstratie van aanhangers van viruswaanzin, of het heet nu viruswaarheid. Mensen die heel kritisch zijn op de corona-aanpak van het kabinet. Die hadden een demonstratie op het plein, dus uit mijn werkkamer kon ik daar zo opkijken. En ik zag letterlijk de verwarring. Ik zag letterlijk ook de agressie. Hoe mensen met politieagenten omgingen, dat was werkelijk verschrikkelijk. En ik zag ook hoeveel klasse en professionaliteit die politieagenten hebben. Maar dat terzijde. Maar ik zag de verwarring. Mensen die er zo van overtuigd zijn dat de overheid van kwade wil is. Dat hier een plan achter zit. Dat er boze opzet zit. Dat er een soort samenzwering is waar allerlei mensen een rol spelen. En je ziet het tot uitdrukking komen in zo'n demonstratie waarin letterlijk klappen vallen. Dat greep mij ontzettend aan. Dus ik had die blog geschreven, ik zag die demonstratie en ik dacht, hoe komen we hier nou uit? En ik denk dat we er niet anders uitkomen dan het gesprek met elkaar. En dat probeer ik maar op deze manier. Dus ik hoop dat het overkomt. Ik hoop dat ik een paar van jullie vragen kan beantwoorden. Maar we komen er alleen maar uit als we echt het gesprek met elkaar aangaan. Maar ook als we één stap terug doen. En tegen elkaar zeggen, we hebben een crisis, we hebben een coronacrisis, we hebben een virus. Hoe je daar verder ook over denkt, maar het bedreigt onze volksgezondheid. En wat ik hoop is dat we van elkaar vertrouwen dat iedereen oprecht wil dat iedereen veilig is. Dat iedereen gezond is, dat het goed met ons gaat. Ik zie natuurlijk wat er in de kringen van de overheid gebeurt. Ik zie hoe iemand als Hugo de Jonge bezig is en Mark Rutte en anderen. En die werken letterlijk dag en nacht met het belang, met het oog op onze volksgezondheid. Moet je dan alleen maar kritiekloos zijn? Moet je dan alleen maar klappen? Moet je alleen maar zeggen dat de regering alles fantastisch doet? Nee, helemaal niet. Je mag echt kritische vragen stellen. Je mag zeggen, hé, maar dat land doet het zo, wij doen het zo, hoe zit dat? Dit is een nieuw virus, dit is een nieuwe situatie en dat levert nieuwe vragen op. En dat levert ook op dat we soms keuzes maken, we als kabinet, regering, Kamer, soms keuzes maken waarvan je achteraf denkt van, dat had beter gekund. Ik denk dat er heel veel vragen zijn te stellen over verpleeghuizen. Wat is daar gebeurd? Dat is niet met slechte intenties gebeurd, maar soms wel met zo'n blik op de IC's, de intensive care, met zo'n blik op de paniek die er was, dat we sommige mensen misschien over het hoofd hebben gezien. En misschien heel kwalijk. Er zijn fouten gemaakt. Maar nooit met slechte intenties. Nooit met het gevoel, met intentie om mensen dwars te zitten en onze bevolking dwars te zitten. Dus ik hoop dat we ergens dat vertrouwen weer hervinden. Dat iedereen met de beste intenties hiernaar kijkt en hiermee bezig is. Zo sta ik erin. Dus ik probeer met de beste kennis en de beste wil die ik heb te doen wat ik kan. Dat doen anderen ook. En laten we elkaar scherp houden, inderdaad vragen stellen, proberen vragen te beantwoorden, zoals ik dat nu probeer te doen, en het gesprek met elkaar voeren, zodat we de verwarring voorkomen, het wantrouwen wat je ziet groeien, dat het gaat wegsmelten en dat we elkaar weer vinden en taferelen zoals we op het plein hebben gezien deze week weten te voorkomen. Wat ga ik nu doen? Ik ga een paar van jullie vragen beantwoorden. Dus ik heb gewoon in al die reacties op mijn blog, heb ik een paar vragen die iedere keer terugkwamen, heb ik even op een rijtje gezet en daar ga ik nu op in. Ik doe dat niet als viroloog. Ik ben geen kenner van het coronavirus. Ik ben geen wetenschapper die door een microscoop heen kijkt en studie hiervan maakt. Ik doe dat als politicus. Dat doe ik met kennis die mij wordt aangereikt. Met alle informatie van alle kanten wordt aangereikt. Daar probeer ik het beste ervan te maken. Een goede keuze te maken. Goede sturing te geven aan, mee te sturen aan het overheidsbeleid. Maar dat is even de bijsluiter. Ik ben politicus en ik ben geen wetenschapper. De eerste vraag die ik hier heb gaat over de noodwet. Er zijn heel veel vragen over gesteld. Hoe zit het daarmee? Want die demonstratie van afgelopen week, die ging ook over die noodwet. Want mensen dachten dat wij die dag zouden stemmen. Dat was niet waar. We hebben niet gestemd over die noodwet. Die noodwet moet nog behandeld worden door het kabinet. Of noodwet, dat heet coronawet.
Hoe zit het daarmee? Is dat nou een wet waarmee Hugo de Jonge alle macht naar zich toe kan trekken? Het parlement buitenspel wordt gezet. Grondrechten wordt met voeten worden getreden. Dat zijn heel veel kritische vragen daarover. Nou, we even heel nuchter terugbrengen naar de proporties van die wet zelf. Toen de crisis uitbrak en dat virus zijn gang ging en veel slachtoffers maakte, toen waren enorme zorgen. Toen moesten er maatregelen worden genomen. Dat kon op geen enkele wettelijke basis, niet anders dan met een noodverordening. Dus dat is een veiligheidsregio. We hebben tig veiligheidsregio's in Nederland waar een burgemeester van een centrale plek, van een centrale plaats als Amsterdam of Nijmegen, de voorzitter van is. En die zegt dan, wij gaan hier ingrijpen, u moet 1,5 meter afstand houden. Of u moet hier een mondkapje dragen. Of u mag nu niet naar het café. Of lokale maatregelen, landelijke maatregelen. Maar dat was allemaal op basis van een noodverordening. Eigenlijk een soort decreet. Niet erg democratisch. Dat moest omdat er een acute uitbraak was van het virus. En omdat er veel slachtoffers waren, omdat er doden vielen, omdat de IC's vol lagen. We weten het allemaal nog, omdat er grote zorgen waren, moest er snel gehandeld worden. Nu het wat langer duurt en het virus nog steeds onder ons is en we nog steeds maatregelen moeten nemen, is het niet erg democratisch om te zeggen, nou die noodverordeningen, dat houden we zo. En die burgemeesters, die niet gekozen zijn, maar benoemd en voorzitter van een veiligheidsregio, die hebben de bevoegdheid om van alles te doen en te laten. Dat is in een democratische rechtsstaat niet fraai. Dus wat heeft de Raad van State gezegd, wat heeft de Kamer gezegd, dat moet beter, een betere wettelijke basis krijgen. Toen is Hugo de Jonge gaan werken aan een wet. Die heeft hij naar de Raad van State gestuurd en een paar andere adviesorganen. Die versie vonden wij nog niet goed genoeg. Daar waren wij kritisch op. Waarom? Omdat de rol van het parlement nog wat, dat was nog niet stevig genoeg. De democratische controle had wat ons betreft, moest wat ons betreft beter. Wij zijn daar het gesprek over aangegaan en hebben gezegd, wat er nu ligt vinden wij nog niet goed. De intentie steunen wij, want je moet niet per decreet een land regeren. Je moet niet per decreet zeggen, u moet 1,5 meter afstand houden. Maar daar moet een normale, wettelijke, democratische basis voor zijn. Een wet dus. Dat steunen wij, alleen dat moet wel een goede wet zijn. Dus toen heb ik ook gezegd, als er een coronawet komt, zullen wij alleen een coronawet steunen als die ook goed genoeg is. Dus we zijn het gesprek aangegaan en die wet is heel stevig aangepast. Nou, wat hoorde ik dan in jullie vragen? De minister kan zomaar alle macht naar zich toe trekken. Is niet waar. Het parlement staat buitenspel. Is niet waar. Dat is niet zo dat een minister dan naar willekeur kan handelen en kan doen en laten wat hij wil. Nee, hij moet langs het parlement en het parlement kan zeggen, hier ga je te ver, hier heb je wel toestemming. Dus dat wordt iedere keer democratisch gecontroleerd. Dat hebben we nodig, omdat als iemand zegt, ik ben het er niet mee eens, dan kan hij naar de rechter gaan. En als de rechter dan zegt, u heeft alleen maar een noodverordening, het is alleen maar een burgemeester die niet is gekozen, die van alles roept, ik vind dat allemaal heel wankel, je hebt echt een wet nodig, ja, dan kunnen wij dat virus niet bestrijden. Dus we hebben die wet nodig en we hebben vooral die democratische controle nodig. Voor ons is dat echt een hard uitgangspunt, een voorwaarde, een criterium. De wet moet nog behandeld worden, dus wij gaan hem nog eens een keer heel kritisch lezen en in het parlement daar het debat over voeren. Ik zou zeggen, stuur je feedback, ga die wet lezen. Ga nou niet af op wat andere mensen erover zeggen en wat misschien helemaal niet waar is, maar lees die wet zelf. Heb je daar nog punten over? Zeg je van, joh, kijk hier eens naar. Laat het ons weten. Want bijvoorbeeld laat ik er twee elementen uithalen. We hebben rond verpleeghuizen, wordt nu gezegd, dat is een huiselijke situatie waar de overheid niet zo snel binnen mag treden. Sowieso een huis mag de overheid niet binnentreden. Er zijn ook allerlei indianenverhalen over, er komen handhavers in mijn huis en ze komen achter de voordeur kijken. Is niet waar. Gaat niet gebeuren. Wij respecteren de huiselijke vrijheid van gezinnen. Die moet ook gerespecteerd worden. Dat geldt ook voor kerken. Dus als wordt gezegd, kerken mogen niet samenkomen. We mogen niet meer naar de kerk gaan. Dat is niet waar. Ik ben afgelopen zondag naar de kerk gegaan. We mochten zelf onder voorwaarden mag je weer zingen. Ja, dus als je dat, je moet bijvoorbeeld even op de website van de PKN kijken. Dan zie je onder welke voorwaarden dat mag. Je mag weer samenkomen. Je mag weer naar de kerk. En ik vond het heerlijk om weer naar de kerk te gaan. Wij hebben gezegd, die vrijheid van godsdienst en die vrijheid van vergadering is ontzettend belangrijk. Wij willen niet dat die overheid ook daar achter de voordeur kijkt. Nou, dat zijn zo een paar van die uitgangspunten die we hebben ingebracht. Op die manier gaan we nog een keer kritisch naar die wet kijken en we gaan het debat aan. En dan ligt er straks hopelijk een goede wet, democratisch gecontroleerd, die de minister niet alle macht geeft, maar alleen maar macht die gecontroleerd wordt door het parlement.
Ik heb hier een tweede vraag. Wat vindt de ChristenUnie van de verplichting voor mondkapjes in bepaalde situaties? Het effect is toch nauwelijks bewezen en de impact bijvoorbeeld op communicatie is heel groot. Is ook een punt wat veel terugkomt. Voor ons is hierin leidend wat werkt. Wat is effectief? Wat helpt in de bestrijding van dit virus? Want nog een keer, er zijn heel veel mensen overleden. Er zijn mensen heel ziek geworden die nog tot de dag van vandaag daar last van hebben. Dus het is echt een heel na virus. Een vriend van mijn broer, of een goede kennis van mijn broer, begin 40, is overleden. En je ziet wat de impact is. Het is echt verschrikkelijk. Ik ken mensen die op de IC hebben gelegen, wat echt verschrikkelijk is geweest. De eenzaamheid daar is afschuwelijk. Dus voor ons is maar één ding leidend. Wat helpt in het voorkomen van die ziekte en het bestrijden van dit virus? Dan moet ik echt afgaan op de kennis van kenners. Nou, RIVM heeft heel lang gezegd, heeft weinig effect. Is heel kritisch daarop. En dat heeft grote impact, grote invloed gehad op besluit van Nederland om daar eigenlijk heel terughoudend in te zijn. Dus ik ben geneigd om dat te volgen. Alleen, als het weinig effect is, betekent niet dat het geen effect heeft. Dus ik vind echt wel dat we open moeten staan om in bepaalde situaties, zeker waar bijvoorbeeld in Rotterdam, Amsterdam, waar het heel druk is, mensen onvoldoende afstand kunnen houden, ja, kan dat wel nodig zijn. Om te zeggen, ja, maar hier helpt het wel. En hier is het echt effectief in die bestrijding van het virus om wel mondkapjes te gaan dragen. Nou, in het openbaar vervoer bijvoorbeeld. Nou ja, soms zit ik ook in een coupé die bijna helemaal leeg is. En dan zit ik met mijn mondkapje op en denk ik ook, ja, dit heeft niet veel zin. Maar toch doe ik het. Ik luister ernaar. Better safe than sorry is een mooi Nederlands spreekwoord. Soms moet je maar het zekere voor het onzekere nemen. En als het mij gewoon wordt gevraagd van, joh, doe dat nou in het openbaar vervoer, omdat het ook druk kan zijn, dan doe ik het. Dan luister ik daarnaar. Wat ik wel heel belangrijk vind, is dat zorgmedewerkers de beschermingsmiddelen hebben die ze moeten hebben, die ze nodig hebben. En dat zij ook de keuze moeten kunnen maken van, ja, maar ik wil hier nu een mondkapje dragen, want het is gewoon veiliger. En dan denk ik weer terug aan die eerste uitbraak, aan die eerste golf die we hadden, aan de toch wel vreselijke situatie in de verpleeghuizen. Daar hadden we onvoldoende beschermingsmiddelen. Dat vond ik zo aangrijpend en zo heftig. En dat heeft ook echt lijden veroorzaakt. Dus toen hebben we gezegd, we moeten alles op alles zetten om voldoende middelen in Nederland te hebben. We hebben ervan geleerd dat we ook zelf moeten gaan produceren. We moeten zelf beschermingsmiddelen produceren, waaronder mondkapjes. En helpt het ons in die bestrijding, dan moeten we het gewoon gebruiken. Is het soms lastig? Ja, ik zit soms ook in de trein met, nou, het is gewoon niet fijn, maar het is gewoon een hele kleine moeite. Dat als het jou gevraagd wordt en kenners zeggen, joh, het helpt wel of het zou kunnen helpen, dan is het een kleine moeite om het te doen. Ik doe het in ieder geval. Ik draag het dan. Dan een volgende vraag gaat over vaccinatie. Nou, dat is ook een heel gevoelig thema. Er zijn veel vragen over gesteld. De strategie in Nederland gaat ervan uit dat er op korte termijn massaal gevaccineerd gaat worden. Maar ten eerste is het nog maar de vraag of dat vaccin er op korte termijn is. En dat is inderdaad de vraag. En ten tweede, moeten we dan verplicht vaccineren? Dat vaccin, daar wordt nu naastig naar gezocht. En als dat er is, dan zou ons dat helpen in de bestrijding van dit virus. Daar wordt nu naastig naar gezocht. Er worden testen gedaan, er wordt onderzoek gedaan. En dat, nou ja, dan zou zo'n vaccin tot stand kunnen komen. Voor ons is het heel belangrijk dat het aan de hoogste ethische standaarden voldoet. Dus dat kan alleen maar tot stand komen op een ethische manier. En daar zullen wij ook vragen over stellen. Daar zullen wij ook kritisch naar kijken. Dus dat is voorwaarde voor zo'n vaccin. Kan er toe worden overgegaan dat er verplicht gevaccineerd wordt? Of dat je verplicht wordt om zo'n vaccinatie te krijgen? Wat ons betreft, nee. En dat is ook het uitgangspunt van de regering. Je lichamelijke integriteit wordt gerespecteerd, dus het kan nooit een verplichting zijn. Maar het is dan wel de vraag, doe je het wel of doe je het niet? Nou, dat is een vraag waar mijn ouders, het ging niet over corona, maar over andere vaccinaties, ook voor stonden. Zij bevonden zich in een kerkelijke traditie die heel kritisch was op vaccinatie. Waarom? God zorgt voor jouw lichaam, God beschermt jou. En vaccinatie is eigenlijk, ja, een wantrouwen ten aanzien van die zorg van God. Dus zij waren zelf niet ingeënt. En toen stond mijn vader en mijn moeder stonden voor de keus, laten wij onze kinderen inenten. En zij waren de eerste in hun generatie, in hun kerk, die dat wel deden. Waarom? Mijn vader komt, en mijn moeder trouwens ook, uit een geslacht van bolleboeren. En mijn vader zei, bollen van mijn broers en van mijn vader worden ingeënt. Er vindt een vorm van vaccinatie plaats tegen allerlei bollenziektes. Hij zegt, dus wij zorgen beter voor onze bollen dan voor onze kinderen. Hij zegt, dat vind ik heel raar. Er kan een vaccin zijn, er kan medische kennis zijn, er kan wetenschappelijke kennis zijn waar God in voorziet. Waar die ons helpt om te voorkomen dat we een bepaalde ziekte krijgen. Dus voor hem was dat
het moment om te zeggen, nou, anders dan mijn ouders, anders dan allerlei mensen in mijn kerk, ga ik nu wel tot vaccinatie over. Maar dat was een vrijwillige keuze, onder de open hemel, dus hij heeft dat echt met God gedaan. Anders dan zijn omgeving hebben zij, mijn ouders, ons toen wel ingeënt. En dat hebben wij met onze kinderen ook gedaan. Maar dat is altijd een vrijwillige eigen keuze en dat moet het in dit geval ook zijn. Als het er is en het voldoet aan ethische standaarden en het is veilig, het is getest en het helpt, dan ben ik geneigd om te zeggen, nou, dan dank ik God daarvoor en dan zal ik daar gebruik van maken. Wil je dat niet, om wat voor reden dan ook, dan is dat jouw eigen vrijheid. Nou, en dan is er een vraag die zegt, nou, eerst was het doel van de maatregel om te voorkomen dat de IC's, de intensive cares, dat die volstromen. Maar de IC's liggen nu helemaal niet vol. Er is nauwelijks iemand met corona of, ja, of een oude patiënt, maar geen nieuwe patiënten die daar nu liggen. Wat is dan eigenlijk het doel van het beleid en van de maatregelen? Wanneer is het goed genoeg en kunnen we van die maatregelen af? Welke afweging maken jullie daarin? Het is waar dat nu de IC's niet vol liggen, maar dat is omdat we maatregelen hebben genomen. Dus je kunt wel zeggen, nou, het is allemaal een beetje overdreven. Nee, we voorkomen daarmee dat we een nieuwe tweede golf krijgen. Want we hebben bij die eerste golf gezien hoe snel het kan gaan. Want als je hebt een zogenaamde R-factor, die reproductiefactor, als die boven de 1 is, als bijvoorbeeld 1 besmetting, 1 iemand die besmet is, 2 andere mensen besmet en die 2 besmetten weer 4 mensen, dan gaat het exponentieel, dan gaat het heel snel. Dan stromen binnen no time die IC weer vol. Nou, we hebben gezien hoe spannend en hoe ellendig die situatie er was. Dat probeer je te voorkomen. Dat doen we nu met die maatregelen. En daardoor zijn die IC's inderdaad nu niet vol. Maar het hoeft maar dit te gebeuren. En we zien nu dat die besmettingen nemen weer toe. Meestal bij jongeren, dus wat minder levensbedreigend. Maar als dat overslaat naar kwetsbare delen van de samenleving, dan kan dat zo weer misgaan. Van de week zei een collega van mij, dat vond ik wel een beeldende illustratie. Die zei, ja, het is een beetje net alsof je een ongeluk hebt en je hebt een helm op. Je valt om, je stoot je hoofd, maar het valt mee. Dat je zegt, nou, een ongeluk valt best mee. Dus die helm is overbodig. Nee, het valt mee omdat je een helm hebt. Dus probeer het eens zonder helm. Dan weet je dat het heel veel slechter kan aflopen. Dus als wij die maatregelen niet nemen, ja, dan moet je zien wat er dan gebeurt. Dan is echt de uitkomst veel slechter dan wat er nu gebeurt. Nu is het nog enigszins beheersbaar. We moeten echt opletten. We moeten 1,5 meter houden. We moeten onze handen blijven wassen. We moeten heel voorzichtig zijn met grote groepen, zodat het niet kan overslaan van de ene besmette persoon op de andere persoon. Tegelijkertijd moet je wel kritisch afwegen. Zijn maatregelen nodig? Kunnen we wat afschalen? Nou, we zijn voor de zomer zijn we afgeschaald. Je ziet onmiddellijk dat het wel weer effect heeft. Maar je moet jezelf wel iedere keer de kritische vraag blijven stellen. En jullie doen dat, dank daarvoor. En dat mag je ook stellen. Want is in sommige gevallen het middel niet erger dan de kwaal? Als ik mijn moeder niet mag zien, als we elkaar niet meer mogen zien, als ik niemand meer mag spreken, ja, wat voor leven hou je dan over? Hè? Dus, en ook in economisch opzicht. Als we zo hard getroffen worden dat er een massale werkloosheid en armoede plaatsvindt, dan komt er een nieuwe afweging. Dus natuurlijk moeten wij iedere keer afwegen, wat is proportioneel, wat is heilzaam, wat is goed. Dat wordt op een gewetensvolle manier gedaan, dat wordt heel transparant gedaan. De RIVM legt van alles uit, op de persconferenties van Rutte en De Jonge wordt van alles uitgelegd. In het Kamerdebat worden kritische vragen gesteld. Voeren we het debat hierover? Wij zullen onze eigen bijdrage daaraan leveren. Dus ook die laatste kritische vragen blijven stellen. En dat hebben we bijvoorbeeld ook gedaan bij verpleeghuizen. Was dat wel helemaal goed? En nou, dat is voor mij ook echt een vraag. Hoe doen we het in economisch opzicht als de schade zo groot is? Hoe kunnen we toch en voorzichtig toch ruimte geven aan economische activiteiten? Ik vind dat heel legitiem. Maar 1 ding. We moeten iedere keer ervan bewust zijn dat er maar iets hoeft te gebeuren en er is weer een tweede golf. En dat moeten we echt voor zijn. Dus ook mijn persoonlijke oproep naar jullie is, hou afstand, bij klachten, blijf thuis, was je handen. Zorg ervoor dat jij in ieder geval niet een bron van besmetting bent en dat het niet via jou op een kwetsbaar iemand overgaat. Of ja, misschien ben je zelf een kwetsbaar iemand, maar dat er opnieuw slachtoffers vallen waar we zo veel verdriet van hebben gehad bij die eerste golf. Laten we dat verdriet voor zijn. Laten we die helm opzetten en een ongeluk voorkomen. En als er een ongeluk plaatsvindt, zal die helm ons bescherming bieden. Dus nou ja, dat is mijn oproep. Maar de kritische vragen
mag je stellen, dat debat moet worden gevoerd, voeren we. Maar één ding, laten we hopen en bidden dat die IC's niet opnieuw volstromen. Nou, dat waren een paar vragen die veel voorkwamen, die veel zijn gesteld, die ik in alle oprechtheid heb proberen te beantwoorden. Dank voor je vragen. En ik snap ook dat ik niet alle vragen heb kunnen beantwoorden. Dus er zijn nog meer vragen. Nou, we hebben ook nog meer vragen op een andere manier proberen te beantwoorden. Dus klik dan op die link hieronder en daar staan ze. Daar staat zo'n Q&A. Blijf je vragen ook stellen. Voel je vrij om commentaar te leveren. Mijn team, dus onze medewerkers en ikzelf, we lezen alles. Dus ik kan niet op alles direct antwoorden in de comments. Maar we lezen alles. En we zullen die vragen online proberen te beantwoorden. En als het een hele zinnige vraag is, dan denk ik van ja, maar dit is echt een hele goede vraag. Dan zal ik dat ook meenemen naar onze debatten. Dus de debatten die we met het kabinet voeren en de overleggen die we ook met het kabinet hebben. Maar één ding, ik hoop dat we elkaar vasthouden, dat we elkaar vertrouwen, dat we weten dat iedereen goede intenties heeft. En maar één ding hoopt, is dat we gezond blijven, goed voor elkaar zorgen. En ik hoop dat God ons zegent, ons beschermt en dat we een beetje ook op elkaar letten. Dankjewel en tot ziens.